De Bitcoin stijgt naar een nieuw record. Hoi, welkom weer bij een nieuwe vlog. Ik ben Bas van der Hout, economisch journalist bij de Tijd. Ja, en vandaag is de Bitcoin weer aan het stijgen. De afgelopen dagen is het al bezig. En nu bereikt hij dus een nieuw record. Inmiddels staat hij boven de $66.000. Dus hoe kan dat nou? Hè? Wat is de oorzaak hiervan? Nou, ik ga het zo meteen over hebben. Eerst wil ik even zeggen, als je het laatste nieuws wil horen over crypto, de beurs of over de economie, abonneer dan op mijn YouTube-kanaal Boelber en Bas. Druk op de bel, dan krijg je een update zodra een nieuwe vlog online staat. Ja, dus wat is er aan de hand met de Bitcoin? Nou, het gaat eigenlijk om een nieuwe Amerikaanse, of eigenlijk de eerste Amerikaanse Bitcoin-tracker die dinsdag op de markt is gebracht. En daardoor zien we de Bitcoin al een paar dagen stijgen. Waarom is dat nou zo'n groot nieuws? Nou, ten eerste omdat dat dus de eerste Bitcoin tracker is. Dat is toch wel bijzonder, want de afgelopen 8 jaar hebben meerdere partijen geprobeerd dat op de markt te krijgen en dat is niet gelukt. Maar nu is het dus ProShares wel gelukt. Ook wel bijzonder, op de eerste dag wisselde deze tracker 24 miljoen keer van hand. Dat is eigenlijk het op één na beste debuut voor een tracker. Alleen BlackRock had een beter debuut met een koolstoftracker die het eerder uitbracht. Wat verder belangrijk is om te weten is dat deze tracker niet de prijs van de Bitcoin direct volgt, maar de prijs van futures op de Bitcoin. Nou, een van de redenen waarom dit zo'n groot nieuws is omdat institutionele beleggers, dus bijvoorbeeld grote pensioenfondsen, die konden eigenlijk tot nu toe geen Bitcoins kopen. En met deze tracker, dat had met regelgeving te maken, met deze tracker kunnen ze dat veel makkelijker. Nou, dat kan dus weer voor nieuwe instroom van geld zorgen richting de Bitcoin. En daardoor zijn beleggers behoorlijk enthousiast. Wat wel toevallig was dat toen dinsdag die Bitcoin-tracker uitkwam, toen zat ik in het Belgische parlement om te praten over cryptomunten en de toekomst daarvan. Daar heb ik uitleg gegeven over Web 3.0. Wat is dat dan? Web 1.0, dat was eigenlijk gewoon een normale website. Die stuurde alleen informatie naar jou. Je kon geen informatie terugsturen. Web 2.0, dat was de opkomst van Facebook, Twitter, hè, waarbij je dus wel informatie kan terugsturen. Nu gaan we richting Web 3.0. Wat is dat? Wat moet je daarbij voorstellen? Het is nog helemaal in de beginfase, dus het is nog niet helemaal duidelijk. Maar het lijkt erop dat mensen in de toekomst met hun wallet, dus waar je cryptomunten op bewaart, die hebben een bepaald gebruiksnaam en wachtwoord, om het maar even simpel te zeggen. En met die wallet ga je inloggen op verschillende websites die dus Web 3.0 aankunnen. Het idee is dus dat je je daarmee met je wallet identificeert op verschillende websites. Je kunt het het beste vergelijken met hoe je nu soms op een website identificeert door in te loggen met Facebook. Dan weten ze ook je identiteit. Alleen nu zou dat dus gebeuren met een wallet. En het voordeel daarvan is dat het niet dat je wachtwoorden en gebruiksnaam niet op een Facebook server staan die gehackt kan worden, maar dat ze op de blockchain staan. Dat is veel moeilijker te hacken, zo niet bijna onmogelijk. Het is de grote vraag of dit nog enorm gaat groeien, of mensen dat dus echt zullen gaan gebruiken, een brede publiek. En daar hangt eigenlijk ook weer de toekomst van cryptomunten voor een belangrijk deel van af. Vond je deze video leuk? Vergeet dan alsjeblieft niet te liken en te delen misschien. En als je vragen hebt, dan kun je ze altijd stellen via YouTube of andere sociale media. Of je kunt een mailtje sturen naar boelberbas@tijd.be. Doei!